In deze video ga ik met jullie roerbakken. Wat gaan we roerbakken? Kipdijfilet met verse groenten en een heerlijke woksaus. Nou, wat ik als eerste doe, ik heb de pan goed heet gemaakt. Ik heb hier een beetje wokolie. Een beetje in de pan, nou, je ziet toch hoe heet die is. Vervolgens doe ik de kipdijreepjes in de pan. En die probeer ik goed in beweging te houden. Ik zorg dat de kipdij eerst goed gaar is, voordat ik de groente ga toevoegen. De kip is nu gaar, vervolgens ga ik de groentemix toevoegen. Deze ga ik goed mengen met de kip. Deze bak ik even lekker goed mee. Op het moment dat deze even goed meegebakken zijn, voeg ik een beetje woksaus toe. Nu de groente bijna gaar is, doen we de woksaus toevoegen. Deze kan je naar smaak toevoegen. Even goed doorroeren. En nu die klaar is, kunnen we het bord gaan opmaken. Ik heb hier lekkere gebakken aardappeltjes. En vervolgens heb ik hier de roerbak. Met kipdijfilet. Ik zou zeggen, een smakelijk eten weer.